Wij zijn Velofiets Jette. Wij gaan straks een actie doen in het kader van de Week van Vervoering. Het thema van de Week van Vervoering is geef zuurstof aan uw buurt. Wij vinden als fietsers dat wij al elke dag zuurstof aan onze buurt geven. Maar wij willen als symbolische actie nu de burgemeester en het Schepencollege vragen om ook met de fiets naar het werk te gaan. Wat gaan we doen? Wij gaan met een aantal vrijwilligers, fietsers, die sowieso elke dag met de fiets naar het werk gaan, gaan wij tot bij hen thuis gaan. En wij gaan hen dan oppikken en wij gaan zo naar de volgende schepen gaan. Via een rood tapijt. Een rood tapijt dat een fietspad symboliseert. Nou, we gaan nu naar het gemeentehuis om daar de laatste collega's op te pikken. De bedoeling is dat we dan uitkomen op hun werkplaats, het gemeentehuis. En daar gaat de fietsbeweging een negental fietseisen voorstellen. Waarom 9? Omdat 1090 is Jette. Er is een tram 9, of die er gaat komen. Er is een gewestelijke fietsroute nummer 9. Er zijn 9 schepen en burgemeester. We vonden dat een mooi symbolisch getal. We zijn zeer tevreden. De actie is nu afgelopen. Er was redelijk veel volk. We waren met een kleine 20-tal fietsers, waaronder dus ook de schepen en de burgemeester. Merendeel van het Schepencollege was aanwezig met de fiets en het was een zeer goede sfeer. We hadden de weergoden mee, het was goed weer. We zijn best tevreden. We hebben in de 9 eisen overhandigd en we hopen effectief dat het college er iets mee zal doen, maar wij hebben er goede hoop in.